dames en heren, zijn we helemaal klaar voor deze eerste finale van vandaag. Finale van dit A1 World Beach Volley Championship. Wegstrijder voor aan de eerste scheidsrechter, de heer Breyaert. Tweede scheidsrechter, de heer Willems. En alle teams die de finale hebben bereikt. Als eerste in de zwarte shirts, met de nummer 1, de graag uw applaus voor Jana de Leeuw. En zij speelt er samen met Maud Kathy. En hun tegenstanders in deze finale, Maaike Dabbert applaus, met de nummer 1, Stephanie van Bree. En zij verloopt het duel met Caroline Brits-Kreper. Zo kunnen we dus van start gaan met deze eerste finale. Finale dames van dit Audi A1 Belgium Beach Volley Championship. Deze punt door Caroline Verstrepen. Deze punt voor Katrien de Leeuw. Deze finale wordt dus gespeeld naar twee winnende sets van 21 punten. Met een verschil van minimum 2. Eventueel een derde beslissende set tot 15. Eén set met een verschil van minimum 2. Er is een boogstrammer 4-1 in het voordeel van Van Bree Verstrepen. Opnieuw Caroline Verstrepen. En nu 6-1. Vroege voorsprong dus. Punt van Stephanie van Bree. Dit van het blok van de Stephanie van Bree. We zullen maar verder uitzien in het begin van deze finale 7-1.
actress Stephanie Cabrini. P2. Stephanie Hoppe, 12-3. En het punt nu voor Café de Leeuw. En zo komen ze terug tot een 5-12. Er is voor de mensen die er juist bij komen van harte welkom. De gemiddelde tijd voor deze editie van dit A1 Belgian Beach Volley Championship. Momenteel aan de gang, damesfinale. Eerste set, de voorsprong 14-7. In het voordeel van Van Bree Verstrepen. Die punt is al van Caroline Verstrepen, 15-7. Jepa, Maud Katrie. 15-8. Thank you.
Stephanie Hombre. 16-9. Eerste setpunt, 20-11. Setpunt voor Van Bree Verstrepen. En ooit punt naar Jana de Leeuw.
Mark Hosselaar voor deze tweede set. Deze eerste finale hier vandaag. Op deze mooie set hier in Middelkerke. Deze match van de Kraning. Dutch Beach Volley Championship. Start hier van deze tweede set, 3-3 nu. Tussen de voorstand van 5-3 in het voordeel van Van Beek Verstreven.
9-7 in het voordeel van Mauska Triana de Leeuw. Deze wedstrijd krijgen we de herenfinale. Dus we mogen ook al vragen aan beide herenteams om zich op te warmen op de vrije velden alsjeblieft. Hun finale start onmiddellijk na deze dagelijksfinale van deze hockey in Hardy Got the Beach Volley Championship.
voetballer Winslaan Noud K3. En opnieuw de voorsprong 15-14. Zo blijft bijzonder spannend 16-15 nu. Tweede set van deze damesfinale. Audi A1 Belgian Beach Volley Championship. Het aansluitingspunt van Caroline Verstrepen, 16-17. In het voordeel van de Bout Katrien Jana de Leeuw. Even gelijk dan Stephanie van Bree. Die gaat oud. Dus de voorsprong nu voor van Bree verstrepen. 19-18. Nu ziet de 18 eerste wedstrijdbal. Eerste wedstrijdbal voor Van Bree Verstrepen. Als je zich niet wonen hoor, mooi punt van de Bout Katrien. 19-20. Dus opnieuw wedstrijdbal. En de tweede is de goede. En van deze spannende set en van deze wedstrijd. De winnaars van dit Belgian Beach Volley Championship. Geef ze jullie applaus, Stephanie van Bree, Caroline Verstrepen. En ook een bijzonder mooie prestatie. Dus een sportief applaus voor Bout Katrien Jana de Leeuw, profies en dames. Ook zij hebben een fantastisch toernooi gespeeld hier.